Als ik mij het goed kan herinneren, was er geen vliegende barrel boven mijn standbeeld daar. Voor het standbeeld, niet het kasteel. Wij hebben weer een mysterie. Jongens, dames, heren, appels en Barry, de blacksmith. Vriend nog steeds. Welkom bij weer een nieuwe... Welkom bij weer een nieuwe content video. Vandaag zijn we wedergekeerd bij onze prachtige basis. En het eerste wat mij opviel... Dat is niet trouwens waar. Het is niet het eerste wat me opviel, maar... Er viel mij iets op. Er vliegt een barrel met torches boven mijn... wat is het? Mijn boogschutter. En het lijkt een beetje op dezelfde barrel die hierboven stond. Althans, dit was een kist. Maar nu staat er een barrel boven. Jullie hebben allemaal natuurlijk reacties achtergelaten... over welke episode ik stip en vlek kreeg. Dit omdat ik dan mogelijk stip terug kan krijgen. Oh, dat zou ik zo blij zijn, jongens. Echt waar, hè? Maar laten we even kijken wat hierin zit. Een boekje, ja, ja, ja. Oh, jongens, ik hoop alsjeblieft... Oh, laat het alsjeblieft gewoon hetgene zijn wat ik hoop dat het is. Voordat wij dit boekje gaan lezen, moet jij even liken en abonneren. Want bij 160.000 abonnees waar we bijna zitten... nodig ik 100 kijkers uit in Content Veen. 100. Maar dan moeten we wel 160.000 abonnees halen, jongens. Dus deel het met je vrienden, met je matties, met je abrikozen. En dan gaan er 100 mensen hiermee survivalen. Gegroet, daar ben ik weer. Jouw kijkers hebben veel reacties onder de vorige video achtergelaten. De meerderheid zei dat het antwoord aflevering 11 zou zijn. Jongens, dat klopt. Ik weet zeker dat het klopt. Ik heb het zelf nog even nagecheckt en het was episode 11. Dit is het goede antwoord. Je hebt Stip teruggewonnen. Oh, jongens, de eerste, waar is hij? Stip zit hierin. Maar waar is hij dan? Oh, wacht, dat is de volgende pagina. Oh, 4 pagina's. Vind hem op deze coördinaten. Oeh, ik krijg coördinaten. Is dat ver? Is dat... Oh, mijn god, dat is echt ver, volgens mij. Jan, insect. Oh, ik ben benieuwd waar dat helemaal is. Maar er zijn meerdere pagina's. De volgende opdracht duidt als volgt. Ik wil van elke oor 1 blok hebben. Een kopperoor... Een kopperblok, kool, ijzer, gold, emerald, redstone, lapjes, een diamond, netherite. Nee. Netherite blok? Weet je hoeveel moeite dat gaat kosten, jongens? Een netherite blok, hou op hoor. Leg deze blokken in de barrel in het huis van Barry voor de volgende aflevering die ik voor jou heb achtergelaten. Anders sterft Barry. Nee. En dan Evil. Jongens, Barry. Maar dat betekent als we dit doen... Oh, wacht, wacht, wacht. Dan krijgen we Barry dus terug. Of leg deze blokken in de barrel in het huis van Barry voor de volgende aflevering die ik hier voor jou op achtergelaten. Die snap ik niet helemaal, maar we gaan het zien. Voor de volgende aflevering. Ik heb de dieven even gecorrigeerd. Oké, maar voor nu moet ik naar deze coördinaten. Min 395 en min 111. Laten wij onze coördinaten openzetten en dan daar langzaam heen vliegen. Hij laat me wel ver vliegen, moet ik zeggen. En is het in de oceaan? Huh? Wacht hier. Volgens mij ben ik er. Er is wel wat gebouwd toevallig hier, dus het kan zijn dat het hier is. Wat was het? Min 117. Nou, daar zijn we ongeveer nu. En 395. Dit gaat om Stip trouwens, jongens, die ik nu aan het terug proberen te halen ben. Kijk, hier moet het zijn, maar hier is helemaal niks. Er is letterlijk helemaal niks hier. En hij heeft er geen hoogtecoördinaten bij gedaan. Er zijn geen hoogtecoördinaten. Is dit wel de goede locatie? Ik vind het een beetje ver, een beetje gek dit. Het klopt wel, hè? Want dit was bij mijn kasteel. Alleen toen zat hier een nulletje ongeveer achter. We gaan dit even uitvogelen. Kijk, jongens, ik heb zelfs helemaal naar beneden gegraven en zo. Maar volgens mij is het hier gewoon niet. Dus ik denk... Dat als ik hier een nul of iets achter zet, dat het dan misschien klopt. Want dan was het basically naast mijn basis. En dat zou ik een veel logischere plek vinden dan dat het nu heeft. Maar kijk, als ik namelijk die andere coördinaten zou pakken, dan zou het ongeveer hier zijn. En dan is het die grot. Kijk, dit is een veel logischere plek, jongens. Maar zou de dief dat dan expres gedaan hebben? Of gewoon legit per ongeluk een nulletje zijn vergeten? Ja, trouwens, ik kan wel gaan spreken. Ik had gewoon gelijk. No way. Ik ben zo slim. Oh mijn god, jongens. Ik wist het. Ik wist dat het water niet klopte. Stip, ik heb je zo gemist. Ja. Oh, we hebben hem. Stip. Stip, mijn boy. Mijn boy. Oh, ik moet je meenemen. Kom, we gaan gelijk terug. We gaan gelijk terug. Hoe ga ik dit doen? Meekomen. Meekomen. Het is ook nacht. Ik ga even slapen. Snel ook, hoor, als zombie. Nee, ik ga Stip niet verliezen nu. Niet nu ik hem eindelijk weer heb. Hier, sterf maar. Kom. Meekomen. Nog een zombie. Ga weg. Jongens, laat even in de reacties weten. We hebben hem! We hebben hem! Haha! We hebben eindelijk Stip. Maar ja, dat betekent dus dat, dat we daadwerkelijk niet... Dat iemand niet aan het bluffen is. En mogelijk de dieren gewoon voor de lol, weet ik van wat. Maar iemand heeft echt met dieren. Iemand had echt Stip. Iemand heeft echt gewoon de dieren gestolen dus. Maar wie doet dit? Wie heeft dit gedaan? Waar gaan we hier neerzetten, hé? Het ding is, ik heb namelijk... Je oude plekje Stip, die is weg. Die is verdwenen. Dus waar ga ik jou tijdelijk plaatsen? Zal ik je introduceren aan Kees? Ik introduceer je gewoon aan Kees. Jij bent het andere paard. Kijk, deze koets wordt getrokken door Kees, het paard en Stip de koe. Stip, welkom thuis. Je bent er weer. Oh, wat fijn. Oké,
Maar Snip, er zijn ook nog belangrijke dingen te doen. Voel je vooral thuis, maak kennis met Kees. Ik moet Barry terug gaan halen. Dus ik moet koperblokken, koolijs. Maar het voordeel is, ik heb al heel veel van die blokken. Het enige die denk ik nog de uitdaging is, is om een netherite blok te regelen. Oh. En gelukkig is Robin, die is online. Dus ik kan even vragen of hij tijd en zin heeft om te helpen met minen voor netherite. Oké. IJzer, gold, koper, emerald moet ik maken, redstone moet ik nog maken. Dus hier een redstone blok, emerald blok, een diamond blok. Die kunnen we ook zo gelijk fixen. Als we al zonde dit heeft van, oh, van die diamonds. Het gaat helemaal zonde zijn van de netherite. Kijk, welke mis ik nou? Lapis lazuli mis ik. Maar lapis lazuli, die sla ik op in mijn andere plekje natuurlijk. Die sla ik in mijn bibliotheek op. Lapis lazuli ligt hier, want ja, dat gebruik ik natuurlijk alleen maar voor enchanten. En voor deze domme dief die mijn dinges heeft gestolen allemaal. Welke mis ik nou? Kool. Ik mis kool. Mijn kool sla ik hier natuurlijk op. Heb ik nog kool? Oh mijn god, ik heb geen kool meer. Dat meen je. Nee, is mijn kool op. Bleh. Moet de kool regelen. Heeft te wedden dat als de eerste beste cave waar ik gewoon even snel inga, dat ik daar kool kan gaan vinden. Hier, kijk, kijk, gelijk gevonden hier. Hoppa. Dan hakken we dat even. Oh ja, ik heb silk touch. Oh, nou, we hakken het en dan hakken we het later uiteindelijk wel weer naar normale koolblokken. Af en toe zit Silk Touch echt niet mee. Zo, ik heb ook zoveel zin om dit verder te gaan bouwen, hè, jongens. Om hier gewoon aan de slag te gaan. Om het hele kasteel gewoon even in elkaar te flatsen. Oké, dan heb ik als het goed is hierin, heb ik mijn brandbreker. Die is wel bijna stuk, dus ik moet wel oppassen. Maar daar staat Fortune op. Dus als ik die dan even hiervoor gebruik, heb ik in één keer heel wat kool. Hier, let op, hè. Zo, dan hadden we in één keer 40 kool. Oké, dan kunnen we daar gelijk een koolblok van maken. En als het goed is, heb ik ze allemaal, toch? Of mis ik er nou nu één? Oh, de netherite natuurlijk. De. Bruh. En wat moest ik er ook weer mee doen? Leg deze blok in de barrel in het huis van Barry. Welke barrel? Volgens mij staan er echt 100 barrels in dat huis. Barry, ik kom je naar huis brengen, man. Welke barrel deze? Nou, in het huis werd er gezegd. Ah. Ja, oké. Okay, nee, dit is best duidelijk. Dit is best duidelijk. Laat ik in ieder geval vast. Kool. Oh, het verdwijnt ook echt. Nou, prima. Lapis, diamond, emerald, redstone, koper, gold en... ijzer. Oké, niks. Helemaal niks. Mooi hoor. Ik denk dat ik gewoon die netherite even in moet flatsen. Maar ja. Oh, dat wordt dus even... Oh, dat wordt echt veel minen. Oeh, nee. Heb ik nog? Heb ik überhaupt nog een beetje? Nee, misschien hier. Volgens mij heb ik hier het vorige keer gesmolten. Ja, kijk. Dat dacht ik al. Eentje. Ik heb letterlijk nog maar één. Ik ga even uitrekenen hoeveel ik nodig heb. Oh my days, jongens. Ik heb er 35 nodig. Ik heb 36 in totaal nodig. Maar ik heb er dan al eentje. Dus het hele doel gaat zijn dat ik 35 netherite ingots moet hakken. Of eentje de breeze. Dan ga ik absoluut Robin voor hulp vragen. Robin, wat is toe? Oh, daar staat hij ook echt. Hallo? Wat ben je aan het doen? Jongen, ik ben weer een keer bezig in mijn basis, ja? Je bent letterlijk de vloer aan het hakken en terug aan het plaatsen. Ja. Wil je me helpen? Wel. Ik moet wat netherite halen, zodat ik Barry de blaze mee terug kan krijgen. Nee? Maar valt wel mee hoeveel ik nodig heb. Ik wil geen netherite. Je moet 35 netherite hakken. Nee! Wil je me alsjeblieft helpen? Nou, maar dat duurt lang. Nee, niet als we samen gaan. Samen zijn we sterk. Niet. Jawel. We hebben nog steeds zwakkelingen. We hebben er maar 35 nodig. 35. En dan kan ik ze vervolgens ergens ingooien, zodat ze weggegooid zijn. En dan krijg ik Barry terug. Niet. Jawel. Wat? Ja. Ik moet 35 netherite hakken. Dan moet ik ergens in een barrel stoppen. Dan verdwijnt het. Ja, jij moet dit ook nog afmaken. Ja, dat klopt. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Ik niet. Jij niet. Oké, volg mij. Hoezo heb jij geen armor aan? Oh ja, kloten. Ah, nee. Pak hem. Ik heb geen zwaard. Pak hem. Oké, je redt het wel, kom maar. Het duurt veel te lang. Ga dan ook gewoon zo hakken. We vinden het vanzelf. Niet. Er zijn er maar 35. Maar jij liegt. Nee. Nou, nee, klopt eigenlijk ook wel. Je spreekt altijd de waarheid. Ik lieg nooit. Het is deze kant. Kijk, als je nou hier naartoe gaat, ja, dan kom je hier bij dat... Hallo? Ja. Bij dit, en dan kom je bij dat zwarte steen, en dat betekent altijd dat je naar rechts moet. Altijd. Oké, zie naar rechts. Ja. Ja, dan kom je hieruit. Oh. Hey, ja! Kijk! Ja, ik zei het, ik zei het! We hebben hem. Oké, dan hakken we hem. En dan is er maar één. Ah, nee! Nee! Nee, Robin. Nee, waar is hij dood gegaan hier? Ik had wat. Oh ja, hij heeft het gevonden. Hij heeft het echt gevonden ook nog. Oh, laten we zijn spullen veilig stellen. Oh, oh, oh. Even kijken hoor. Oké, kijk, jongens. We hebben het veilig gesteld. We hebben de spullen en we hebben netherite gevonden. Hoeveel? Oh, veel ook echt. Oh, nog meer.
Ja, hoeveel heb ik er nou? 4 inmiddels. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat de goede kant op. Robin denkt dat de spullen verbrand zijn, maar Netherite verbrandt helemaal niet in de lava. Ja, daar ben je! Ja! Hey, kijk, boven je! Oh, yes! Ik breng geluk! Voor mij! Ik heb je spullen. Yeah. Lava, het verbranden niet in de lava. Hier, die is voor jou, die is voor jou, die is voor jou. Yes! En that's it, hè? Had je echt niet meer bij je? Of is het al verbrand? Ja, ik had heel veel bij. Oh. Hier. En dus ook Netherite. Ja, ja, maar die hou ik al bij me. Dat is gewoon natuurlijk nee, voor maar de... Nee, die had ik. Die blokken. Ja, die heb ik. Die heb ik opgepakt. Branden die ook niet? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik kan het laten zien. We kunnen het even testen. Volgens mij... Hé, hey, kijk erachter! Hoe is dat niet? Ik breng zoveel geluk. Hoe kan dat nou? Ik ga een staatsloterij kopen. Een staatslot kopen, zo terug. Ga jij de staatsloterij maar even kopen? Oké, jij hebt geluk. Laat jij zien waar we moeten hakken en dan vinden we het. Nee, ik denk dat mijn geluk op is. Nee, kijk, kijk. Ik gok hier. Rechts, links, rechts. Oh, nee, je moet altijd om de gravel heen. Oh, oh nee, om het zwarte heen natuurlijk. Je zou altijd rechts. Bij het zwarte naar rechts gaan. Ja. Ik ga kijken of die tactiek nog werkt. Zo zien dat het hier in het midden zit. Oh! Jongen. Oh! Oh, je had gelijk! Ik ga echt naar de staatsloterij nu. Het zijn er ook nog eens 3. Ik heb er nu 9. Hoeven er nog maar een paar. Ah, nee, nee. Nee, Robin! 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 Ja, wat nee, kan ik doen? Nee! Nee! Wel. Nee! Waar is Buddy hier? Mijn spullen. Weet ik veel waar we dood gingen. Nee. Ik ben wel uit de lava, dus niks is verdwenen. Niks, ik heb al mijn spullen zijn behouden. Robin? Hé? Huh? Waar ben je? Ah! Mijn spullen. Hoe kun je me nu al hebben gevonden? Ik heb de map openstaan rechts van me. Oh, ja, dan snap ik het. Oh, ik ben zo blij dat ik niet verbrand ben. Dat ik er op tijd uit ben. Ik heb wel Netherite blokken gebruikt om eruit te bouwen. Dus ik moet even teruggaan om die op te halen. Die heb ik net gejaagd. Gehakt. Gejaagd? Ja, ik zie Just de jager op die pickaxe. Oh. Ik zei ja. Ik had ook nog een zwaard. Oh nee, die had ik niet bij me, volgens mij. 3000 like vlees. Ja. Ik had een torch op mijn hoofd. Oh nee, nu ga je gewoon je troepen. Oh nee, nee. Nee, dit is wat alles wat jij had. Oh ja, klopt trouwens. Echt? En de chest? Die heb ik niet. Huh? Nee, serieus niet. Die is er niet mee in de chest. Had ik die niet bij me? Ik denk het niet. Dus je bent hier verbrand. En hier... Ben ik hierin dood gegaan? In dit? Hier heb je al gehakt ook. Ja, ja, dit waren die 2, maar ik heb dit... dit was open, zeg maar. Nou, ik ging goed. Soepel. Niks aan de hand. Hoeveel hebben we er al? Ik heb die ene niet opgepakt. Heb jij er eentje toevallig bij? Ja, ik heb er nu 7. Echt? Huh? Nee. Drop 6, hoeveel je hebt? Ja! We moeten er nog 9. Zet een bed neer, dan gaat het sneller. Doe het, alsjeblieft. Nee, maar dat is mijn bed. Dat bed, dat heb ik... Ik slaap wel een nieuwe voor je. Ja, nee, dat snap ik. Nee, daar slaap ik mee. Nou, zet hier nou gewoon een bed neer. Waar? Hier. Dan gewoon tegen de... Hé, hey, we hebben er serieus 2 gevonden. 3 zelfs. Hij had geen ongelijk. Hij had echt geen ongelijk. Robin, wat goed. Je had gelijk. Robin had gelijk, jongens. Ten koste van zijn eigen leven had hij gelijk. Hallo. Hallo. Heb je snel gedaan? Ja, best wel. Gasten, ik heb ook maar die map overgezet. Er lagen er echt 3. Waarom nou weer zonder waarschuwing? Ja, jij zei, doe hem hier. Dus ik neem hem daar. Ik wil mijn vlees terug. Welk vlees? Ja, mijn steak of mijn pork. Oh, hier. Oh ja, dankjewel voor de helft. Nee, dat hoef ik allemaal niet. Ja, maar daar ligt het vlees ook tussen. Wat een krater! Hé, hey, het vlees ligt er ook tussen. Ja. Wat een krater hier. Ja, maar er lagen er gewoon 3. Ja, maar waarom dan wel op? Maar ik mis mijn chestplate nog. Ja, die is stuk. Nou! Hoeveel hebben we er nou nog nodig? Deze hier, nog maar 5. Zagen, zagen. Ik heb de 1. Echt? Hoe vind jij er zoveel? Ik heb er 3. 3? Oh mijn god. Ik heb er 4. Ik heb er 5. Wat is dit voor chonk hier? Chonky? Ik ben chonky. Huh? Lekker. Ze hebben er 39. Ja. Zullen we doorgaan tot 40? Nee. Nee, ik ben er echt terug. Klaar mee. Ja, we gaan terug. Maar we hakken terug. Waarheen? Ja, weet ik niet waar de uitgang is. Ja, ik toch ook niet? Ik volg jou. Kijk, mijn instinct zegt hier naar rechts zakken. Nee. Oh, ja. Mijn instinct heeft het goed. Opnames zijn rikt. Mijn instinct heeft het goed. Wie is Rick inderdaad? Ah, we kennen Rick. Oh, eindelijk thuis, jongens. Eindelijk thuis. Laten we het gelijk omsmelten, die meuk. Thuis. We gaan het omsmelten en dan gaan we Barry terughalen. Nee, we moeten iets anders doen. Nee, we moeten Barry terughalen. Ik moet het daarna instoppen voor het einde van de aflevering, is me verteld. Nou, zijn we klaar? Ja, wacht. Kijk, kijk, kijk. En... Hoppa! Hoppa!
Boom! Die kunnen we nu weggooien. Ik wil hem. Nee. Nee. Hè? Nee. Eindelijk. Doe nou niet. Doe we nou... zijn klaar. Kom, kom, kom. Waar kom. Moet het heen? Kom. Drop hem aan mij, want dit gaat heel belangrijk voor me zijn. Wat doet hier een panda? Ja, hier staan mijn dieren. Oh. Tijdelijk. Waar moeten we heen? Hier, drop hem. Ja. Drop hem. Ja. Drop hem. Lekker. Ah. Kijk, en dan hier binnen was de barrel. En daar moet ik het in doen. Ben je er klaar voor? We gaan Barry terughalen. Ik ga ze voor de gek houden. Nee. Zal ik er gewoon een ander blok in doen? Nee. Dat gaan we niet doen. Stop. Waarom niet? Niet doen. Wel. Net draai. 3, 2, 1. Oh. Goed. Wat staat erop? Wat staat erop? Wat staat erop? Wat staat erop? Geprankt! Groetjes, Nathan. Dat geloof ik niet. Nee, klopt. Staat coördinaten op. Oh, de god. Coördinaten? Oh, die had ik net ook gekregen. Coördinaten. Coördinaten. Maar ik mag een bed trouwens van jou. Nee, ik heb niks. Ja, ik zou een bed van je krijgen. Ja, maar dat heb ik hier toch niet nu bij de hand? Ik maak wel een nieuw bed. Jongens, we hebben coördinaten gekregen voor Barry. Laten we Barry snel ophalen. Oh, ik neem wel een nieuw bed mee in zwart weer. Min 595 en 1272. Robijn, min 589. Nou. Min 589. Nou moeten we opschieten. Dat is hier in de buurt. Nou moeten we opschieten. Het is allebei hier in de buurt. Ik ga vliegen. Oké, jongens, hier ergens moet het zijn. Oh, ik hoorde een... Oh mijn god, waar zit het? Waar zit het? Waar zit het? Barry! Barry, ik hoor je! Barry! Hallo? Barry! We hebben hem! Hey. Robin! Ja? Ik heb hem gevonden! Ik heb ook iets gevonden. Wat heb je gevonden? Dat je god op instorten staat. Ja, dat had ik ook al door. Maar kijk, oh, hij staat hier gewoon in een luik. We hebben hem. Oh. Ja. En, nou ja, oké. Was dat het? Hoezo was dat? We hebben Barry terug. Wacht. Nu enige is... Wacht trouwens, nee, hij mag nog niet. Nee, Barry. Hoe gaan we nu het makkelijkst terugkrijgen? Naar zijn plek, naar zijn huisje. Ja, ik weet maar één ding en dat kost veel te veel moeite. Daar ga ik niet meer mee meehelpen. Ik doe het niet meer. Ik word niet betaald. Dit kan. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. We gaan gewoon een pad maken en dan gaan we met een boot. Een vliegende pad. Oh ja, want dat is minder lang. Ja, tuurlijk is dat minder lang. Dan hoef je geen redstone systeem te doen met rails. Nee, dat ben ik ook zeker niet van plan. Nee, wacht. Ik haal blokken en een boot. Oh ja, wacht. Heb jij geen blokken bij je? Nee, niet de boom. We hebben genoeg blokken. Oké, jongens, we gaan snel een boot pakken en dan met heel veel blokken gaan we erheen bouwen. Maar we hebben Barry eindelijk terug. Oh my days. Ik kreeg ook gewoon coördinaten. Laten we deze signen. Deze noemen we Sign Barry. Barry gevonden. Ik ben ready. Huh? Robin! Waar is Barry? Robin! Waar is Barry nou weer? Hij heeft Barry toch niet al meegenomen helemaal hierheen? Hoe ben je zo snel? Hoe ben je zo snel hier gekomen? Weet je hoe makkelijk dit was? Nou? Nou, want daar ging het allemaal naar beneden. Toen ben ik gewoon door je muur heen gegaan. Oh my days. Maar hij moest daar omhoog. We hadden een rechtstreeks pad kunnen maken. Nu moet hij weer omhoog. Nee, nu hebben we wel rails nodig. Dat maakt niet uit. Ja, nu hebben we wel rails nodig. Ja, maar nu een heel klein stukje. Oh my days. Je was ineens weg met Barry. En deze ben je gewoon hier. Uit het niets. Oké, dan pakken we hier even rails. Ik weet waar nog meer rails zijn. Volgens mij staat hier op mijn plein nog een kist in de grond. Ja, met daarin heel veel rails. En een minecart. Oké, ik heb alleen nog geen redstone blokken. We duwen het karretje wel. We duwen hem? Ja, dag. Dat gaat echt niet lukken. Hier, we brengen hem letterlijk tot aan huis. Brengen we hem. Sorry. Oh, waarom heb je hem daarheen gedaan? Waarom? Ja, daar kon ik niks aan doen. Jawel. Hij stond letterlijk eens in de buurt. Hij liep weg. Ik moet hem ook inbouwen. Je kan nu een karretje plaatsen. Waarom heet die Barry de baksteen? Barry dat is eigenlijk veel beter gedaan. Barry de baksteen. Barry de blacksmith. Oké, dan doen we hem in het karretje. Slopen we de boot. Gaat hij in zijn karretje. In je karretje. Oh, ja. En dan duwen we hem. Dan duwen we hem. Oké, en dan doe ik vast een checkpoint hier creëren. Stel, hij redt dit omhoog gaan niet. Dat gaat hij sowieso niet redden. Hij redt het niet. Wacht, jawel, met z'n tweeën duwen. Kom. Ze heel voorzichtig zijn. Oh, wacht, je duwt me eraf. Voorzichtig. Ja. Ja. Ja, dit gaat. Oh, bijhouden. Ja, we hebben geduwd. Barry, welkom thuis. We hebben hem serieus omhoog geduwd. Barry, je bent er weer. Je bent er weer, hé. Ja, hij is thuis en hij heeft zijn baan weer gevonden. Barry, en nu ga ik ook gewoon een kinderslot op de deur doen. Hier, je komt er niet meer uit, oké? Je bent niet meer welkom om buiten je... Nee, kijk, zie je? Dan kan je wel naar buiten willen. Ik heb een kinderslot op de deur gezet. Hij komt er nu ook niet meer uit, die Barry. Zo, Robin, dankjewel voor het terughalen van Barry. Ik heb een beloning voor je. Nee, dat heb je helemaal niet. Jawel, ik heb een beloning voor je. Als beloning van deze actie krijg jij van mij een goudje. Wat is dit?
Ik wil hem niet netherite geven, maar die heb ik nodig voor deze pickaxe, jongens. Sorry, Robin! Oh, maar Barry is terug. De geheime dief geeft me eindelijk de kans om gewoon mijn dierbare terug te krijgen. Oh, Barry, jongen. Ik heb je zo gemist. Welkom thuis. Ga lekker je ding doen. Ga slapen. Ga. Weet ik voor wat allemaal. Die Anvil hier moet weg. Ik weet niet waarom hier een Anvil zit. Die plaatsen we even hier zo. Veel plezier thuis, Barry. Je komt nu niet meer het huis uit. Frank, je buurman is thuis. Ik weet dat je weer vast zit achter dit bloempotje, maar je buurman is er weer. Hij woont weer thuis. Ja, hij is er weer. Laten we even kijken hoe het met dinges gaat. Brutus, hoe is het hier? Jij wil heel graag weg. Ik snap het. Het is nog niet ingericht. Het is nog saai hier, hè? Laten wij trouwens gelijk even bij Brutus, of bij Brutus, wat zeg ik nou, bij Barry, hem gebruiken, nuttig maken. Oh, poepzooi. Waar is de dingen zijn? Er zat hier een, hier stond altijd, hoe heet zo'n ding, een smithing table volgens mij. Die is weg. Degene die dit gemaakt heeft, die heeft ook gewoon die weggehaald en die teruggeplaatst. De gemeenrek. Maar volgens mij heb ik ook nog een smithing table hier binnen. Even kijken. Ja, kijk in deze hoek. Laten we hem dan ook gewoon eventjes verplaatsen. Die hoort je niet meer. Dan plaatsen we deze op de goede locatie. Dat was ongeveer hier. En dan gaan we eindelijk deze upgraden naar ook netherite. Dat mocht wel echt eventjes gebeuren. Ik ben wel mijn endertjes verloren onderweg. Dat is wel een beetje jammer. Maar die plaatsen we even hierin. Dat is mijn Silk Touch pickaxe. In de tussentijd is de brandbreker is weer gerepareerd. Dus die kunnen we nu weer even gebruiken. Komt natuurlijk allemaal door het Silk Touch. Hè? Wat was dit? Ik zag je wat op de grond liggen. Huh? Het zal wel. Nou jongens, dat was hem dan weer. Vandaag eigenlijk helemaal geen progressie gemaakt. Het was helemaal een teken van Barry terughalen en Stip. En Stip, die is als het goed is, is die gewoon lekker hier nu aan het chillen. Kijk, daar hebben we hem. Oh, Stip, wat fijn om jou ook gewoon weer thuis te hebben. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like hem zeker even als dat zo was. Abonneer ook even. We gaan nog steeds voor 3000 likes. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is het vorige content, tweede deel waar ik begonnen ben aan het kasteel. Volgende aflevering wil ik eraan verder gaan. Maar als je afvraagt, waar heb je het over? Moet je even deze video kijken. En nu spreek ik later, Klaas. Wel tot de volgende keer.